De overheid is bezig de exploitatie van goudwinningsactiviteiten in de no-go-zone nabij de Afubakastuwdam volledig stop te zetten. In dit verband heeft de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiyamofo, eind vorige maand een vergadering belegd met de directeur van Staatsolie Maatschappij Suriname, Rudolf Ilias. Ilias wijst erop dat goudwinning in de no-go-zone sterk af te raden is. De no-go-zone bevindt zich nabij de 6 hulpdammen van de waterkrachtcentrale. Tijdens de samenkomst is besloten om in gemeenschappelijk overleg een duurzame oplossing voor dit probleem te zoeken. Dit zodat de veiligheid en de kwaliteit van de hulpdammen gewaarborgd blijft. NH-minister Abiyamofo zegt dat ondanks de goudwinningsactiviteiten eerder zijn stopgezet, de kleinschalige mijnwerkers na de controle zich toch begaven naar de locatie om goud te winnen. Het ministerie van NH meldt in een persbericht dat er hard wordt gewerkt aan het verwezenlijken van de ordening van de goudsector. De Staatsolie NV is nu verantwoordelijk voor het beheer van de dam, die sinds deze op 31 december 2019 door Alcoa is overgedragen aan de staat Suriname.